Brian Hessing, we staan voor een belangrijk moment. Want de competitie waarin jij zo Nederlands kampioen bent geworden, begint weer. Op de Xbox, kampioen inderdaad. Ja, 11 november gaan we van start en ik heb er zin in. Wat is er veranderd in competitieopzet ten opzichte van het feit van de competitie dat jij de kampioenschap binnenhaalde? Wat niet. We hebben een jongen aangetrokken, niet op loonsdienst. Lef Vinken uit Amsterdam. Hij speelt gewoon de PlayStation kant voor Heracles Almelo. Alleen dat, voor de rest niks. Ik ben gewoon het boegbeeld en doe alles voor de club. Video's maken enzovoort. En wat er is veranderd is gewoon dat bijvoorbeeld als Lef tegen Ajax speelt en hij wint 2-0. Dan sta ik hem op de Xbox met 2-0 voor. Dat is een beetje het hele opzet. Hoe goed is Lef? Ja, vorig jaar was hij vierde van de wereld, dus we hebben een top in huis gehaald. Hoe vervelend is het als je een avond ervoor een ruzie hebt gehad met je vriendin of met je vrouw? Ja, dat kan ik niet tegen, dat weet ze ook. Dus ze is ook altijd wel rustig van tevoren altijd voor een belangrijk iets. Dus nee, ik moet geen ruzie hebben, gewoon met een goed gevoel moet ik weggaan met huis, van huis. En dan ga ik vlammen. Je speelt gewoon een competitie voor, maar het is gewoon een normale competitie, dus 17. En dan op een gegeven moment gaat de top 2 gaat door naar de knock-out fase. En het plek 3 tot en met 14 speelt tegen elkaar. Dus plek 3 speelt tegen 14, 4 tegen 13 enzovoort. En op een gegeven moment blijft het achterhoven. En dan heb je een KO, wedstrijd. Gewoon kwartfinale, halve finale en finale. En we willen graag het wereldrecord gaan verbreken. Met 4000 man in Ahoy, waarschijnlijk. Ja. Met andere woorden, 4000 man achter een schermpje in de grote Ahoy-hal? Nee, mensen gaan kijken naar ons. Dus zijn we de kwartfinale, halve finale en finale op één dag. Alles is live, dus we gaan één mooie finale dag. Hopelijk met een mooi wereldrecord. Kijk eens vooruit naar die competitie. Hoe schat je je eigen kansen in? Nou, zoals ik iedereen hoor, nu met Lef zijn we wel titelkandidaat. Maar Ajax moet kampioen worden en wij gaan er vol voor. Dus we gaan het heel moeilijk maken. Wij gaan echt voor het kampioenschap, maar Ajax moet kampioen worden. Waarom? Ja, het meeste geld, hè. Echt voetbal en e-sport. Dus ik hoorde vandaag dat ze een aankondiging gaan doen om 12:30. Dus ik ben heel benieuwd. Waarschijnlijk een topspeler ergens, misschien wel uit de wereld. Dus we gaan houden in de gaten. Hoe belangrijk is het de Xbox en de PlayStation voor de Nederlandse sportliefhebber? Voor de jeugd heel belangrijk, toch? Vooral de PlayStation moet zeggen, de Xbox wel wat minder. Maar de PlayStation is gewoon heel erg in trek. Ja, wie speelt het niet? Kun je wel zeggen eigenlijk. Ben jij tevreden met de faciliteiten die je hier bij Heracles hebt? Ja joh, ik ben al 3 jaar bij de club nu, bijna in januari. Ja, daar ben ik heel trots op. Ze geven me alles. Niks is te gek. Alles kan gewoon. Hoe lang kun jij dit voort blijven zetten? Ik blijf gewoon lekker doorgaan joh. Ik ben nu 29, ik ben vader. En ik stop niet. De honger is nog heel groot, dat is heel belangrijk. Ik moet zeggen, als ik een beetje merk dat de honger minder wordt, dan kan ik me bijna niet voorstellen, moet ik bijna om lachen eigenlijk al. Maar dan stop ik, maar dat is nog lang niet in orde, nee. In Nederland, bijvoorbeeld hier in Nederland bij Heracles. Misschien ooit een keer een stand naar buitenland, dat weet ze hier wel, maar voor de rest blijf ik gewoon hier en dan zien we wel, joh. Het vertrouwen in de nieuwe competitie is bij jou erg groot. Tuurlijk, en mijn lef ook. Dus we staan er gewoon heel goed voor en we trainen lekker veel en hard. Dus wat ik zei, we staan er gewoon goed voor en we gaan er gewoon vol voor. Moet je aan.